De herfstvakantie is bij voetbalclub NOAD 67 uit Sint-Philipsland al 8 jaar synoniem aan de voetbalschool. Ruim 80 jonge voetballertjes van 6 tot 12 jaar uit Zeeland en Brabant krijgen een voetballes van een keur aan bekende namen uit de voetbalwereld. De voetbalschool houdt eigenlijk in heel veel met voetbal bezig zijn, 3 dagen lang. Leven als een professional, zeggen we altijd, want je traint 's ochtends, 's middags en 's avonds ga je lekker thuis uitrusten. Vandaag was 's ochtends de techniektrainer van FC Utrecht, George Ulté, te gast. 'S Middags stond Jean-Paul van Gastel, assistenttrainer van Feyenoord, op het veld. Werken met jeugd is belangrijk, want jong geleerd is oud gedaan, vindt de oud international. Ja, die kinderen moeten toch allemaal nog dingen leren en in hun motoriek en dat is nog zoveel te doen. En zoals ik zei, ja, dat is de basis en als je daar een steentje aan kunt bijdragen, is hartstikke leuk. Er zullen wat spelvormen zijn, motorisch en inzichtelijk. Maar het gaat er uiteindelijk om dat ze gewoon een leuke dag hebben. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. De voetbalschool duurt nog tot en met woensdag.